te doen. Ja, die gaan heel dicht bij elkaar spelen. Ja. Want dat betekent ook een ander systeem. Want normaal gesproken speel je met zeg maar twee meer controlerende middenvelders. Daar ruim je er eentje voor in, voor een plekje van Kamp. Ja, nou zo... Zo zeg je het goed, terwijl hier de boel in elkaar valt achter je, maar dat weet jij niet door. Die nuance kunnen we wel maken. En dat betekent ook dat je gewoon zegt, hier op mijn turf, wij gaan de wedstrijd bepalen ook. Nou, dat willen we inderdaad, maar we willen vooral ook de druk bij VVV achterin leggen. Dus ze moeten daar handen vol met werk krijgen. En zij moeten ook met hun vier verdedigers op een gegeven moment eentje doorsturen naar het middenveld. Want daar hebben jullie dan een mannetje meer lopen. Ja, nou ja, goed. We zullen zien hoe ze het gaan oplossen. Dat is een vraag aan Maurice. Maar ik kan me voorstellen dat je die met heel veel plezier bij VVV neerlegt, zo'n vraag. Los het maar op. Ja, maar goed. Ik denk dat ze voor hetere vuren gestaan hebben. Dus, maar goed, we proberen wel daarin... wel nuances te leggen, zodat een tegenstander zich moet aanpassen. Historisch gezien hebben jullie niet zoveel te vrezen van VVV, want de Venlonaren hebben hier nog nooit gewonnen in Kerkrade. Is dat iets wat je weet überhaupt, die informatie, of niet? Er wordt mij iedere keer gezegd dat ik de historie vooral met rust moet laten. En omdat hier al zoveel gebeurd is, maar ook heel veel mooie dingen inderdaad. Maar ik richt me liever op datgene wat komen gaat, en dat is deze wedstrijd. En, we gaan uiteraard voor de overwinning.